Wij zijn de Luminext. Wat wij doen is in de gemeente, de straatverlichting, maken we dimbaar. De gemeente kan het aansturen, die kan licht geven als er veel verkeer op de weg is. En het licht kan gedimd worden als er minder mensen op straat zijn, waardoor energie bespaard wordt en ook kosten. In veel gemeenten in Nederland worden de dynamische verlichtingssystemen van Luminext gebruikt. Robert Tissing ziet dat het opschalen van smart city oplossingen vaak beperkt wordt door de wijze waarop gemeenten georganiseerd zijn. Nou, je ziet van oudsher natuurlijk dat de gemeente is georganiseerd naar de verschillende functionaliteiten die er zijn. Openbare verlichting, dat is vaak een aparte afdeling. Van oudsher is natuurlijk, hoeft er weinig werk aan te gebeuren. Want ja, die verlichting gaat aan als er stroom opkomt, 's avonds. En die gaat uit als de stroom er weer afgaat. Nu we deze verslimmingsslag gaan maken, zijn we aan de ene kant zijn we de verlichting aan het integreren en aan het verbinden met andere informatie. Zoals bijvoorbeeld verkeersinformatie. En tegelijkertijd wordt natuurlijk ook de kennis en het type werk wat ermee mee gemoeid is, dat verandert ook. En dus zouden organisaties meer aangepast moeten worden aan alle met elkaar geïntegreerde technologie. Want echt grote stappen kunnen pas gezet worden als bijvoorbeeld de straatverlichting compleet wordt aangepakt. Het gaat natuurlijk pas werken als je er heel veel dingen aan verbindt en als je het echt grootschalig toepast. Dan worden de voordelen eigenlijk pas tastbaar. De voordelen van ons deel van Smart City, dat zijn kostenvoordelen en voordelen op het gebied van energieverbruik. Nou, je kan je voorstellen, als je de helft van je lichtmasten energiezuinig maakt, dan heb je maar de helft van het voordeel. Aan de andere kant de operationele aansturing, dat heeft eigenlijk pas zin als je het ook echt grootschalig doet. Dan zie je op je dashboard, op je computer, welke er kapot zijn. Dus je hoeft niet meer een ronde te schouwen, wat nu nog overal gebeurt. Maar dat voordeel heb je natuurlijk pas als alle lampen online zijn. Grootschalige vervanging gebeurt ondertussen in steeds meer provincies en gemeenten. In sommige gevallen hoort er ook een financieringsoplossing bij. Die bestaan ook. Er zijn financiers die kunnen die investering financieren, waardoor die gemeente eigenlijk met zijn normale budget toch in staat is om een vervanging te realiseren. En eigenlijk worden dan met de kostenvoordelen worden eigenlijk de investeringskosten gedekt.